Elle, over welk onderdeel van Golden Tulip wil je het vandaag met ons gaan hebben? Zoals jullie voorgaande aflevering al wel hebben kunnen zien, is Golden Tulip eigenlijk meer dan alleen maar een hotel. We proberen ons ook voornamelijk te richten op nog wat bijeenkomsten, zowel zakelijk als privé. Ja, kun je eens een voorbeeld noemen van een zakelijke groep die dan hier bij jullie komt? Ja, het ligt er eigenlijk een beetje aan in welke grootte dat er natuurlijk is. Soms komen mensen alleen maar bijvoorbeeld voor 8 personen even rustig vergaderen in de bar. Kopje koffie erbij en tevens een broodje eten in de middag. Tot ja, dat je wel eens 150 mannen hebt in een grotere zaal met een presentatie erbij. Voorlichtingsavonden. Ja, maar want voor zo'n klein gezelschap hoef je dus niet meteen een ruimte af te huren. Nee, is niet per se nodig. Als je verder ook geen apparatuur nodig hebt en je wilt gewoon even rustig ergens zitten, dan hebben we eigenlijk altijd wel een tafeltje ter beschikking waar dat ze rustig kunnen zitten. Zeg, en is er dan ook meteen de gelegenheid om een hapje te eten? Ja, zeker. We hebben 's middags gewoon een klein lunchkaartje waar gasten uit kunnen kiezen. En mochten ze wat langer blijven, ja, borrel met een dinertje is natuurlijk ook mogelijk. Ja, zeg, en als een grotere groep dan een zaal afhuurt, wat zijn dan de mogelijkheden voor eten? Zit je dan aan het buffet of ga je dan ook weer naar een andere ruimte? Ja, eigenlijk ligt er dat een beetje aan wat ze graag zelf willen. Vaak doen we bijvoorbeeld met grote groepen ontvangst met belegde broodjes, kopjes soep erbij. En vaak is dat een beetje een soort walking dinner. Dus dan komen ze aan, pakken ze broodje en de soep en daarna begint vaak de vergadering. Dat stand natuurlijk te lang. Gaat duren. Ja. Maar het geeft ook meteen wel een beetje informaliteit en dat je een beetje kunt kletsen met elkaar natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja, ja. We hebben een beetje een ontvangruimte gecreëerd met wat staantafels. Zo kunnen ze... Ja, zeg, en bij privé aangelegenheden, waar moet ik dan aan denken voor mensen? Ja, je hebt natuurlijk de leuke en de minder leuke dingen. Ja, bijvoorbeeld een koffietafel, natuurlijk nooit leuk om zoiets te organiseren. Altijd makkelijk om dan met iemand te gaan zitten en dingen af te spreken, zodat het ook volledig naar eigen wens gebeurt. Dat is iets wat we hier natuurlijk ook de ideale gelegenheid voor zijn. Je kunt zowel apart zitten als toch een beetje in de huiselijke sfeer. Ja, in de brasserie of in de bar. Ja, want vanaf is mensen denken misschien dat ze dan met een bepaald aantal mensen moeten zijn, maar... Ja, eigenlijk hoeft dat niet per se, want we hebben zoveel verschillende ruimtes voor, van klein tot groot, dat het eigenlijk altijd moeilijk is om daar de juiste oplossing in te vinden. En het fijne is natuurlijk toch dat je ook niet altijd op de klok hoeft te kijken, hè? Je hebt hier echt de rust. Ja, en als we nou zeggen met de familie van, goh, we willen toch nog even rustig napraten, ja, kunnen ze of gezellig een borreltje drinken even in de bar om het te bespreken, of anders een dinertje. Ja, en dat kan ook helemaal met jou besproken worden, de wens, hoe ze dat dan in willen vullen qua wat er gegeten wordt of gedronken wordt. Ja, kan allemaal. Zeg, en dan bij de leukere dingen, ik denk dan misschien meteen aan een als je ouders 50 jaar getrouwd zijn of zo. Of... Ja, of een verjaardag of zo. En dan kunnen ze hier gewoon afspreken, bijvoorbeeld ontvangst met koffie en vlaai. Gewoon gezellig, een beetje informeel in de bar. Of als ze liever in een aparte ruimte willen, kan dat natuurlijk ook. En dan gezellig een drankje en een hapje. En dat kan ook voor een brunch bijvoorbeeld, dat je echt de tafels dekt? Ja, precies. Ja, we doen wel brunchen, zeg maar, is wel een overleg vanaf het aantal personen. Dan kunnen ze gewoon zeggen van, goh, we willen graag ontvangst met dit. Eigenlijk het programma kunnen ze zelf samenstellen. Zeg, en blijft natuurlijk toch een hotel. Dan is natuurlijk de combinatie ook fijn. Stel dat er ook familie bij is die van wat verder afkomen. Ja. We kunnen natuurlijk meteen de overnachting boeken. Ja, we kunnen voor een leuke prijs altijd in combinatie met een bijeenkomst, of het nou zakelijk is of privé, altijd wel overeenkomen tot een mooi prijsje, zodat de gasten niet terug hoeven te rijden. Ja, natuurlijk zeker met de carnaval in het vooruitzicht. Het is toch wel makkelijk als je dan hier naar boven kunt lopen en lekker kan blijven slapen. We hebben ook ieder jaar mensen die terugkomen, speciaal voor de carnaval. Ja, zodat ze toch een beetje onbezorgd 4 dagen lang carnaval kunnen vieren. En dan zorgen wij natuurlijk uiteraard voor een lekker ontbijtje 's ochtends.